Nou Jessica, gefeliciteerd. Zilveren medaille voor Nederland. Hoe is dat? Ja, echt fantastisch. Had het niet van tevoren verwacht. Nee, ja, nee. Je bent hier ook eigenlijk waarvan je dacht van, had ik hier überhaupt kunnen rijden? Ja, nee, echt. Het komt allemaal heel snel. Ja, niet verwacht van tevoren dit jaar. Nee, want vertel even aan de kijker die het vanuit thuis heeft moeten volgen. Je bent hier, maar met een nieuw paard. Ja, dit paard heb ik denk ik nu zo 9 maanden pas. En die hebben we toen eerst natuurlijk door corona hebben we hem niet kunnen starten. En toen moest ik hem eerst nog Inter 1 starten, want ik mocht nog geen Grand Prix. En toen is het eigenlijk heel snel gaan. Volgens mij is dit mijn 9e of 10e wedstrijd pas met hem en mijn 2e internationale wedstrijd. En dan rij je meteen het beste resultaat voor Nederland. Ja. Hoe ging het hier? Ja, eigenlijk echt heel goed. Ik was best wel zenuwachtig, dus ik heb ook niet heel veel meegekregen van de ring. Maar het voelde zo fijn en we hadden eigenlijk geen grote fouten, dus nee, echt fantastisch. Waaraan merkte je dat je zenuwachtig was? Ja, nou, ik weet niet. Hartkloppingen, dat soort dingen? Ja, weet je, of zo gewoon echt dat je dacht, wauw, we moeten het gaan doen. Een beetje hetzelfde als dat je voor de klas moet spreken of zo. Of een tentamen moet doen, ja. Maar dat zijn denk ik wel leuke zenuwen, of niet? Ja, het waren wel hele leuke zenuwen. Vanochtend was het helemaal erg en toen werd je natuurlijk bezig en dan begin je te rijden en dan wordt het ietsje minder. Maar dan net voordat je de ring in gaat, denk je, oh ja, we moeten die ring nog in. En dan komt het weer echt heel erg, ja. Want vertel eens, hoe zijn jullie klaargestoomd door jullie bondscoach Monique? Ja. Hoe is dat gebeurd en met welk doel gingen jullie hier naartoe? We hebben een paar extra trainingen gehad bij Monique. En natuurlijk het trainingskamp, dat hadden we donderdag en vrijdag. En dat was eigenlijk heel fijn. En we hebben ook training gehad van Mariette. En doel. Ja, dat weet ik niet zo goed. Was dat deze medaille? Nou, een medaille was wel heel fijn geweest natuurlijk. Ja, ik denk dat we daar wel met z'n allen voor hebben gereden, ja. Ja, en is zilver dan nog extra mooi? Want sommigen zeggen van, nou ja, dat is toch wel een verrassing eigenlijk. Ja, nou, ik denk dat het wel een beetje een verrassing was. Ook omdat we natuurlijk best wel nieuw nog zijn. Nou ja, ik en de Venne zijn natuurlijk nog best wel nieuw. En dan hebben we het toch maar gemaakt, ja. Dus ja, ik denk toch wel een beetje onverwachts, maar wel heel gaaf. Ja. Ga je deze medaille, want het is ook jouw eerste EK, hè? Ja. Gaat die een mooi plekje krijgen? Ja, tuurlijk. Heb je een kast thuis? Of nou, ik denk dat die er nog wel komt, ja. Of boven mijn bed. Ja, ook leuk. Ja. Met een mooie foto erbij. Ja, die hebben wel hele mooie foto's. Maar vertel nog eens even. Chocolate Cookie? Ja. Hoe kom je aan die naam? Ja, geen idee. De Fokker, hè? Hoe komt die aan die naam? Lijkt die erop? Of, geen idee. Ja, nou, hij is bruin met zwart, dus misschien daarin. Maar ik vind het wel een hele leuke naam. Ja. Klinkt als om op te vreten. Ja, soms is die dat. ja, leuk. En wat verwacht je voor de rest van het EK? Daar heb je natuurlijk nog helemaal niet over nagedacht. Nee, eigenlijk niet. Ik hoop er gewoon vandaag te knallen. En nu hoop ik dat we dit vol kunnen houden. Ja. En dat knallen is denk ik gelukt, hè? Ja, dat is zeker gelukt, ja. Ja. Klein feestje vanavond? Ja, dat zeker. Nou, ga ervan genieten. Ja, dankjewel. Dankjewel.